Naar aanleiding van de 20e verjaardag van de Flora werd gekeken naar de toekomstige maatschappelijke veranderingen en de rol van de hogescholen daarin. Arbeidsmarktdeskundige Jan de Nijs ziet de toekomst van de hogescholen positief in. Als je kijkt naar de positie van hogescholen op de arbeidsmarkt, dan zie je dat als je in België, Vlaanderen, een diploma hoger onderwijs hebt, dat dan je toekomst op de arbeidsmarkt eigenlijk verzekerd is. Dus bijna 90% van al de afgestudeerde hogeschoolonderwijs zijn aan het werk. De werkloosheid is eigenlijk zeer, zeer beperkt. Dus ik denk dat de relatie tussen hogeschool enerzijds en arbeidsmarkt een zeer, zeer positieve relatie is. Ook de Flora heeft volgens hem een belangrijke rol in de toekomst. Ik denk dat Flora vooral goed de vinger aan de pols moet houden. Het is niet omdat de hogescholen in het verleden eigenlijk zeer goed werk hebben afgeleverd. Kijk maar naar de arbeidsmarktprestaties. Dat uiteraard de garantie is voor de toekomst. Er zijn veranderingen. Er is de technologische uitdaging. Er is een globaliserende wereld. Er is een grotere flexibiliteit. Ook versnelling op verschillende punten. Dus de maatschappij verandert. Het onderwijs moet uiteraard ook mee veranderen. En ik denk dat dat uiteraard de taak is van Flora om daarvoor te zorgen. Trendwatcher Tom Palmaerts ziet grote gelijkenissen tussen de toekomstige rol van de hogescholen en die van de universiteiten. De rol van een hogeschool en universiteit denk ik dat een stuk gaat samenvallen. Je bent gewoon een plaats waar dat iedereen kan leren en nieuwe stappen kan gaan zetten. En wat dat nu is op je 18 jaar, dat is op je 55 of op je 70, in mijn ogen maakt dat niet zo uit. En wat dat nu een traject is van een paar minuten, een paar dagen, een paar jaar, dat gaat samenvloeien.